In deze video gaan we wat meer werken met multimedia bestanden en dan voornamelijk afbeeldingen en geluidsfragmenten. En we gaan dat doen in de ingebouwde galerij van LibreOffice. Wat dat we ook gaan doen is eens een afbeelding gaan koppelen in plaats van invoegen in een document. En dan zie je ook daar het verschil. Ook hiervoor gebruik ik mijn gekende document, genk.odt. Ik ga dat document nog eens openen. Ik zal het wat kleiner maken. Dat is te klein natuurlijk. Zo. Dus ik ga je laten zien, dit is het document dat jullie nog kennen uit de vorige oefening. Nu, stel dat ik hier op deze pagina heb ik nog geen enkele afbeelding gebruikt, nog geen enkel lijntje toegevoegd. Dus het is op zich een vrij saaie pagina. Ook deze zou ik wat kunnen opfrissen. Je kan uiteraard invoegen, ik zal dat even drukken, afbeeldingen en dan iedere afbeelding gaan binnenhalen. Of je kan gebruik maken van de ingebouwde galerij van LibreOffice. Hoe doe je dat? Door op deze knop te drukken, de galerijknop, of je gaat van boven naar extra galerij. Je ziet dat hetzelfde icoontje is. Als je dat drukt, krijg je de galerij ingevoegd. Nu, je ziet dat die al dadelijk staat op achtergronden en hij geeft je een aantal achtergronden weer. Stel dat je niet genoeg ziet op je scherm, dan zou je hier deze lijn kunnen vastpakken. Je kan die naar beneden schuiven en dan krijg je meer voorbeelden op je scherm te zien. Aangezien ik dit filmpje opneem, is de resolutie wat kleiner en krijg je niet alles op je scherm te zien. Bij je thuis zal dat prima zich aanpassen. Je kan dat ook dichtklappen door hier op verbergen te drukken en dan kan je opnieuw drukken op dit icoontje om je galerij terug zichtbaar te maken. In de galerij zitten niet alleen achtergronden, je kan ook een eigen ontwerp gaan toevoegen. Je kan geluiden gaan beheren, knopjes maken om een homepage of een webpagina te maken. Linealen gebruiken om stukjes onder te verdelen en alle opsommingstekens die in LibreOffice zitten. Dus je kan die allemaal overlopen, je kan die allemaal gaan aanklikken. Nu, wat gebeurt er als je iets overloopt of iets aanklikt? Stel dat ik zeg linealen bijvoorbeeld en ik kies iets met een blauwe lineaal, omdat het een beetje bij Kaarsen en Genk past. Wat kan je doen? Ofwel kan je deze dubbelklikken, dan krijg je een voorbeeld van het lineaal te zien. Nu, datzelfde kan je ook doen door rechtermuisknop te drukken en te kiezen op voorbeeld. Dan krijg je net exact hetzelfde. Wat kan je nog doen? Je kan deze selecteren, vastpakken met de linkermuisknop, naar de beneden slepen en loslaten op de plaats waar dat je wenst. En je ziet ook hier, ik zal het terug wat vergroten in het document, en zo, je ziet hier dat die lineaal keurig geplaatst is. Ook die lineaal is nog volledig te bewerken, dus als je zegt hij moet veel dikker worden, dan kan je dat gaan aanpassen. Hij moet zich versmallen, dan kan je allemaal gaan aanpassen. Geen enkel probleem, al die onderdelen zijn nog volledig aan te passen naar wens. Dus ik doe hem nu eventjes weg. Hoe had je dat ook kunnen bereiken via rechtermuisknop en invoegen? Nu, je ziet hier een aantal dingetjes staan. Kopie, dat wil zeggen je gaat een exacte kopie maken van wat dat hier staat in je document. Het zou ook een koppeling gaan maken of hij zou dat als een achtergrond kunnen gaan instellen. Dus ook dat wil ik wel eens laten zien. Dus als we even op achtergronden drukken en we zeggen bijvoorbeeld deze alinea, die zou nu als achtergrond, ik zeg zomaar niet, deze steentjes moeten krijgen. Hoe doe je dat? Ik ga in de juiste alinea staan. Ik druk rechtermuisknop op mijn achtergrond. Ik zeg invoegen als achtergrond. Waar? Op de pagina of op de alinea? Nee, alleen op de alinea. En je gaat zien, alleen de alinea heeft deze achtergrond gekregen. Je had ook pagina kunnen selecteren. Bijvoorbeeld als ik hier ergens ga staan. En ik druk bijvoorbeeld deze. En ik zeg rechtermuisknop invoegen achtergrond op de hele pagina. Dan ga je duidelijk zien wat een effect dat dit geeft. In dit voorbeeld vind ik het niet zo'n mooi geslaagd effect, zeker omdat de tekst niet zo goed leesbaar is. Dus ik ga ze even ongedaan maken en ongedaan maken. En ik ga zo dadelijk mijn eigen galerijobject maken en daarvan een achtergrond instellen. Hoe doe ik dat, zo'n eigen galerij maken? Dat doe ik via nieuw onderwerp. En ik sleep mijn kadertje in het scherm, zodat jullie het ook goed zien. Ik zal het in het midden zetten. Het eerste tabblad geeft je algemeen hoe moet je mapnaam eigenlijk heette die hier aan de linkerkant komt. En als we nu zeggen, alles heeft hier te maken met mijn LibreOffice lessen. Zo. Dan ga je kijken welke bestanden moeten daar zich in plaatsen. Je kan bestanden van een bepaald bestandstype gaan selecteren. Ik ga het nu laten staan op alle bestanden. Oei, ik had niet hoeven te klikken hierop. En dan ga ik zeggen welke bestandjes. Ik ga mijn bestanden zoeken. Ik ga natuurlijk op mijn computer browsen en ik weet dat die staan bij LibreOffice Writer. Daar zouden ze moeten staan. Afbeeldingen en geluiden. Dus LibreOffice, oké. Okay. Wat ga je zien? Hij gaat allemaal afbeeldingen hebben ingevoegd en ook twee geluidsfragmenten die ik speciaal eventjes gedownload had voor deze les. Als je wil zien welke foto dat dan is, dan kan je het voorbeeld aanzetten en dan kan je eenvoudig door op de foto's te klikken je voorbeeld inhalen. Datzelfde werkt ook met de MP3's.
Nu, ik heb niet mijn systeemgeluid aangeschakeld, dus de geluidjes die ik hier laat horen, die gaan jullie niet horen in jouw beeld, maar ik ga toch laten zien dat ze afgespeeld wordt. Dat zie je zo dadelijk. Dus dan kan je één voor één gaan zeggen, ik wil deze toevoegen, ik wil deze toevoegen enzovoort. Of, en dat is het beste in dit geval, ik ga alles toevoegen. Dus ik voeg alles toe. Hij gaat dat eventjes doen. Ik druk op OK. En je gaat zien, ik ga een nieuwe galerij onderwerp hebben. Een nieuw galerij onderwerp met alle foto's die je kan gebruiken. Met ook de tekstfragment. Dus je weet, dubbelklikken op een foto geeft je het voorbeeld. Nu kan ik hier eenvoudig zeggen, deze lijkt me prima als achtergrond. Rechtermuisknop invoegen. Achtergrond op de hele pagina. En je gaat zien, het logo van KRC Genk staat op de hele pagina. Nu, wat dat je ook kan doen, en dat is wel leuk in LibreOffice. In LibreOffice is een rechtstreekse mediaspeler ingebouwd. Dus ook hiervan kan je een voorbeeld opvragen. Dat ga ik even doen. Ik ga dat geluid veel stiller zetten, aangezien jullie er toch niets van horen. Maar ik ga je laten zien, hier de slider gaat vooruit. En je ziet aan de seconde ook dat het geluidsfragment afgespeeld wordt. Ik hoor het op dit moment door mijn hoofdtelefoon. Erg vervelend, dus ik zet het even op pauzeren. Maar je ziet dat de mediaspeler ook ingebakken zit in LibreOffice, en je kan ook deze, net als zoveel van deze vensters, kan je deze ook gaan vasthangen in een bestaande frame. Je kan die gaan verkleinen en zodanig kan je eigenlijk altijd heel snel een geluidsfragment afspelen. Je kan dan hier weer drukken op afspelen en pauzeren. Dus dat werkt prima. Dus dit in verband met de galerij die je kan gaan gebruiken. Wat wou ik je ook laten zien, en dat zal ik zal de galerij eventjes terugsluiten, dan krijgen we meer op ons scherm. Ook dit venster, de mediaspeler, ga ik afsluiten. En ik ga eens even kijken of ik nog ergens wat plaats heb om dat goed te laten zien aan jullie. Wat kon je nog doen? Je kan afbeeldingen gaan invoegen, dat kenden jullie al. Invoegen, afbeelding uit bestand. En ik ga even het gewone logo invullen. Dus KRC Genk. Ik druk op openen. En dat logo, als alles goed is, gaat hier verschijnen. Ik ga het een beetje aan de kant zetten. Voilà, het Racing Genk logo, zoals we het kennen. Stel dat ik zeg, dit logo zou binnenkort wel eens kunnen veranderen. Dan is het vervelend om dit document te gaan aanpassen. Wat dat je zou kunnen doen, is zeggen van, nee, ik ga vanuit dit document rechtstreeks linken of verwijzen naar het logo. Hoe doe je dat? Je doet invoegen, afbeelding uit bestand, net hetzelfde. Je kiest opnieuw het logo, maar je gaat hier van onder zeggen, ik ga dit logo koppelen aan mijn document. Ik ga het niet invoegen, maar ik ga het koppelen. Je drukt op openen. Hij gaat je een waarschuwing geven. Ben je wel zeker dat je dat bestand wil gaan koppelen? Want het zal niet opgeslagen worden in het document. Wil je het wel opslaan in een document? Stel je het vinkje nog gaat laten staan, dan kan je hier nog altijd kiezen voor. Nee, ga het toch embedden. Dat wil zeggen invoegen in mijn document. In dit geval, de les gaat juist over het koppelen van documenten. Dus ik ga zeggen koppeling behouden. Ik doe dat en je gaat zien twee identieke foto's. Wat zou er nu gebeuren als ik het logo verander? Dan zou in principe dit moeten blijven bestaan zoals hij was. En het logo dat ik gekoppeld heb, deze versie, dat ga je ook zien als ik ga kijken naar afbeeldingen. En ik ga naar afbeeldingen, dan ga je zien, de bestandsnaam is eigenlijk deze. Daar staat hij. En je kan dat hier volgen. Dat gaan we even testen. Dus ik ga mijn document eens afsluiten en bewaren. Zo, en dan ga ik dat document ook eens aanpassen. Wat dat bij mij het geval is door, ik ga deze foto gebruiken, ik ga zeggen openen met, en ik gebruik het fotobewerkingspakket Paint.net. Hetzelfde dat we gebruikt hebben in onze schoollessen. Dus ik sleep Paint.net even binnen het scherm, zodat jullie het goed zien. Hij heeft de foto geopend, dus ik ga er eens een heel simpel artistiek effect op loslaten. Bijvoorbeeld een olietekening van maken. Ik doe dat zo en ik ga de kleuren wat verminderen. Zo. Dat lijkt mij gewoon duidelijker als effect. Ik druk op OK. Wat gaat hij nu willen doen als hij nu dat zou willen gaan opslaan? Als ik zeg Save, dan gaat hij zeggen, mag ik dat opslaan onder de nieuwe naam? Oké. Dan gaat hij zeggen, er is een fout. Hoe komt dat in mijn geval? Dat komt omdat ik LibreOffice nog heb openstaan. Die houdt die link nog even vast. Dus ik ga dat sluiten. Ik druk op OK. Ik ga de computer even de tijd geven om het geheugen terug leeg te maken. Dan gaan we dat opnieuw proberen. OK. En nu zou de wijziging wel gelukt moeten zijn. Dus ik sluit Paint.net en ik ga mijn document opnieuw openen. Hier staat Genk. Ik ga dat document openen. En we gaan samen kijken of het gelukt is.
Mijn eerste pagina kennen we en je ziet hier duidelijk, hij springt naar de juiste plaats. Dit was datzelfde logo dat ik ingevoegd heb. Dit is het logo dat ik gekoppeld zou hebben. Nu, je kan gekoppelde documenten of gekoppelde foto's vergroten, verkleinen, zoveel als dat je wil. En dat zal nog altijd de koppeling van kracht zijn. Nu, wat dat niet zo is, ik ga het eventjes zoeken of we bij de afbeeldingswerkbalk, die staat al aan. Ik ga eventjes kijken of ik de andere zie. Die is niet zo duidelijk. Ah, hij staat hieronder al vast, dus ik ga mijn tekeningbalk eventjes loskoppelen. Je gaat het zien als ik vergroot, verklein, werkt de koppeling nog altijd. Je gaat dat zien, afbeelding. En je ziet dat de bestandsnaam nog steeds linkt naar het originele bestand. Maar ga ik een filter erop toelaten, je kent ondertussen wat dat deze dingetjes willen zeggen. En wil je iets zwart-wit gaan maken, wil je iets grijs gaan maken, wil je iets standaard laten staan. Je weet dat je in LibreOffice ook via de filtertoets nog heel wat dingen kon doen. Je kon iets vervagen, verscherpen, je kon er een pop-art van maken. Dus ik ga eens even kijken wat dat nog een mooi effect is. Houtkooltekening is te donker. Eens even kijken of relief ons wat meer... Nee, ik ga eerst... eens even zoeken. Ik ga die ene filter terug ongedaan maken, want die vond ik niet zo mooi. Stel dat ik deze filter laat staan, inverteren, dan ga je zien, rechtermuisknop, afbeelding, en dan ga je hier bij bestandsnaam zien staan, geen meer. Dus waar wil ik je gewoon voor waarschuwen? Afbeeldingen linken, dat werkt prima. Je mag ze vergroten, verkleinen, verplaatsen, dat werkt allemaal. Maar van het moment dat je hier vanuit LibreOffice een filter gaat toepassen of je gaat de waarden aanpassen hier, de RGB-waarden, rood, groen of blauw, of de helderheid, vanaf dan is je foto embedded en niet meer gelinkt. Dus als je de foto echt wil aanpassen en wil houden, stel ik voor dat je dat in je fotobewerkingspakket à la paint.net gaat doen. Voilà.